gewoon volgens mij. Ik blijf. Zo? Ga ik met jou? Kinderen? Hoi jongen. Doei. Kijk dan, man. Spider-Woman. De wonder liggen. Het is lekker. Ballenverstand. Weer helemaal naar boven. Een hele goeie. Morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Vlogs. En het is donderdagochtend, de ene laatste ochtend alweer. We zijn heerlijk op vakantie hier bij Landal in het Zonneberg. En Lulu en Lucella die gaan de broodjes ophalen. Ja. Papa gaat de tafel dekken en gaan ze even kijken hoe ver is mama. Met Luxie en Lucius. In de badkamer zijn ze volgens mij, zijn ze. Even kloppen. Klop, klop, klop. Hey, en hier staat de rest. Och, hier is Luxie. Goedemorgen. Wat ben je aan het doen? Poetsen? Ja. Ah, goed, dat schijntje. Goed de tanden gepoetst. Trots op je. Wij gaan de tafel dekken. Ja. Nou, Lucilla, gauw die broodjes halen. En dan zien we jullie zo weer. Nou jongens, zoals jullie zien is het vandaag, ja eigenlijk zeg ik wel gelukkig, wat meer bewolkt. Want we hebben echt superhete dagen gehad van meer dan 30, zelfs 40 graden. Gisteren heeft het heel hard geregend. De hele nacht heeft het best wel lekker geregend. Dus het is echt goed lekker afgekoeld. Ondertussen komt het zonnetje toch wel weer een beetje door de bomen heen. Dat is wel weer lekker. Maar ondertussen zitten wij niet buiten, maar lekker binnen te eten. Vanochtend hebben de kids alweer lekker gespeeld, zoals jullie zien aan de ravage op de achtergrond. Ik had gisteren het hele huisje mooi schoongemaakt. Nee, dat ruimen ze zo meteen trouwens ook weer echt goed op. Helaas. Ja, ja, want die waren al vroeg wakker. En kijk, we gaan eerst even dus lekker ontbijten. Mijn poesje moet nog eten. Oh, dan moet je zo nog even eerst gaan spelen met dat poesje. Ik weet niet waar je hem hebt, maar... Ja, nou, de kinderen hebben de broodjes gehaald. Mama, zie je ja. Met die bakjes. Oh, ik snap hem. Aha, kijk, hier was ze mee te spelen. Dat is het poesje waar ze het over had. Nou, gaan we eens even lekker eten, jongen. Ja, je was ook alweer wakker. Hij heeft al een stuk beter geslapen weer, want het was niet meer zo heet. Ja, die vind je ook lekker, hè? Nou, een lekkere verse chouderans. Kopje koffie, kopje thee erbij voor papa en mama. Ja, en weer even een beetje luchten, hè? Ja, het was echt gisteren met die regen. We hebben alle deuren opengezet. En dan ging het huis van, wat was het nou? 31 graden zo en ik weer terug naar 33. Het was 33 graden op een gegeven moment in huis. Dus echt, moet alles dicht. Dus het is nu weer lekker koel. Wat geeft u nu aan? Hij zegt nu, 25 graden is het nu in huis. Beter. Een stuk beter. We gaan vandaag lekker op het park spelen. Want we hebben iets heel erg leuks. We gaan namelijk naar het klimbos toe. En dan is nog even de vraag, wie durft er? En wie durft er het hoogst? Nee, ik durf niet hoor. Nee, ik ga gewoon verhogen. Jij wilt verhogen? Ja. Nou, dat gaan we straks allemaal bekijken. We gaan eerst even lekker ontbijten. Nou, Lux wil de laatste, hè? Ja, over de bruggetjes, hè? Nou, dus kijk vandaag weer gezellig. Met ons mee. Ja, hier zwaaien, liefies. Dag. Dag. En tada, jongens, we hebben alles weer lekker opgeruimd, stofzuiger erdoor gehaald, poetstoep erdoor gehaald, speeltjes weer daar neergezet, gordijntje dicht voor de zon. Poes en Pip die blijven hier lekker in de koelte. We gaan zo meteen weer terug, jongens. Jullie kunnen niet mee in de touwen klimmen natuurlijk, hè? Nee. Nou, dan gaan we naar het klimbos, Lucius. Ga je mee klimmen? Kom maar, ga je mee? Oh, nee, Poes en Pip willen ook mee. Poes en Pip. Ja. Volgens mij komen we hier in het klimbos. At least 1 meter and 5. Oh no, she's 1 meter. 1 meter? Yeah. That's with 1 meter 5, it's already quite close to reach all the okay. Caves. Ik blijf bij Luxie en Lucius. So maybe it's better only with the. Yeah. Maar mogen ze,
Mogen ze allebei door het hele bos? Ja, dan doen we mama, Luan en Lucilla. I stay with Luxie en Lucius, hè? Vipi. Voor het hele parcours moet je minimaal 1,5 meter zijn. Nou, Luxie is nog net niet een meter, dus is nog ietsjes te klein. Maar dat vindt ze ook niet heel erg, want ze vindt kijken ook heel erg leuk, samen met Lucius. Jongen. Kijk, en hier is dus het klimbos. Gaat een beetje hier omheen. Het begint zo meteen volgens mij daar ergens. En dan ga je hier, daar heb je een touwtje. En je klimt daarheen en daar. En hierboven heb je allemaal touwtjes hangen en daarachter. Zie je dat? Het is volgens mij een soort rondje dat je klimt. Ja, volgens mij ook. Dat is wel leuk, hè? Ja. Ja, en als je dan goed kijkt, Luxie, dan zie je aapjes, Lucilla en Luan en mama slingeren. Hoi, oh, ja, ja, ja. Het zijn Tarzan en Jane, zijn wij dan. Zo, zie je. Ja, met die touwtjes. Maar we zitten wel vast, hè? We zitten wel vast in een gordeltje. Kijk. You must leave the baby on the ground. Ja, en dat. You want it, I think. Je zou wel mee willen, hè, jongen. Nou, Luan krijgt eerst het setje om. Ja. En dan moet hij hem helemaal goed vast doen, jongen. Want als je goed vast zit, dan blijf je hangen aan het touwtje. Ja. Ik denk dat het handig is als je je tas even bij papa laat. Ja. Ik denk niet dat je oma een fotootje hoeft te maken als je in de bomen hangt. Doe papa wel, hè papa? Ik film jullie vanaf de grond. Ja. En Luxie heeft een mooi bloemetje geplukt. Die is mooi. En Luxie krijgt er ook een aan, hè? Vind je het spannend? Nee. Nee? Vind je het leuk? Ja. Zo, daar, Luxie. Wauw, nou Luxie, volgende keer ben jij net iets langer. Dan gaan we met Lusjes ook, hè? Wij blijven nu op de grond kijken met Lusjes en Luxie. Kijk eens, wauw, Lucilla. Heb je er zin in? Spannend? Nee. Niet spannend. En jij dan, Luan, ben jij een beetje zenuwachtig? Nee, hoor. Nee? Van die hele grote hoogtes? Nee. Je bent er wel wat gewend natuurlijk, hè? Nou, geniet ervan, luidjes. Ik wou eigenlijk ook wel mee. Maar ik blijf bij Luxie en Lusjes, hè? Oh ja. Oh ja. Ga ik straks met Lucie. Als je wil, hè? Durf je niet. Ga ik met jou? Durf je niet, hè? Het is een excuus om bij Lucie te blijven. Ja. Daniel, die is iets minder hiervan. Papaholk te zijn. Luan en Lucilla, die hebben er al eentje aan. Nou, mag ik er eentje aan? Okay, ja? You can stand behind the harness. Behind the harness, ja. En instap als een broek. Instap als een broek, ja. Ja. En lift it up. Omhoog, gaat dat nu? Ja. Dus moet je een beetje aantrekken. Hij weet het al. Front of the harness, there's a green loop. Ja. And right to the left of it. Ja. From your view. Ja. Ja. There's all a here. Black clip. Ja. Just take it with the right hand exactly and just pull it out. Other option. Ja. Zo, dit ziet er al een stuk beter uit. Ja. Hier. Then you can tighten the leg loops as well. En die moet je nog een beetje. I have this orange pulley. Ja. There is a little heart-shaped opening at the bottom. Take off the rings. Ah. So you don't have a chance to get stuck on your fingers. Ja. Ja. Wil niet dat je. Ik moet hem afkrijgen. Of ik mijn ring even af kan doen, anders kun je het blijven halen. 11 years later. Ja. Ik ga het bijtje maar eens oefenen. Nee. Nou, oké, okay, neem ze terug. Let daarop, hè, want ik ben hem al een keer uitgeraakt. Ja, ik weet het. Dat, doe maar goed in je mijn hele leven bewaak ik ze. Ring at the other end of the rope. You can always use three guys. Yes. Oké. Okay. And on the bridges in between two platforms, only one person per bridge. Exception is when one of your three needs help. And have a look at me. You can take it off like this. Kijk, dat ding moet ze goed opletten. Die moet je er dan afhalen. Lukt het, Sil? Then you clip. Kijk, hier tussendoor. Deze kan je zo doen. En dan haal je die eraf. Zie je dat? Hoppatee. Ja, goed. Ja. Then you can clip it with this. In front of the ring. Have a look. Just like this. Ja. Oké. Okay. Dan zit hij erop. And then you take the ring and you put it on top like this. Okay. Oh, daar gaat hij mee. Ja. So that you're really sitting in the harness. Hold on to the soft. And then have a look. Make sure that the landing zone is empty.
Nobody must be standing on the landing. Niemand anders mag op die andere plaats staan als je naar de overkant gaat. Er zit geen rem op. Dus je moet goed kijken dat alles veilig is als je gaat. When you get to the bottom, remmen met de voetjes. Ja. Dit met de billen. Mm-hmm. Ja, heel goed. Dat was goed Nederlands, hè? Kijk. Zo gaat dat. Then you take off the pulley. Ik kan hem eraf halen. Dan kan je weer terughangen. Lukt dat, Sil? With the ring you go to the very end. And then you're free again. Okay. En dat is het einde van de baan. Ja, you maar... Left? Nog vragen? Nee? Nou, dan gaan we proberen. Luxie heeft een bloemetje geplukt. Hm? Papa die heeft het lusje staan, die is lekker aan slaap gevallen. Het is zijn slaapjestijd. Dus papa die blijft lekker beneden met Luxie en de bloemetjes, schatje. En dan gaan Luan en Lucilla en mama eens kijken hoe hoog we durven. Ja. Hebben we er zin in? Ja. Ja, hè? Als je groter bent, ga je het ook niet. Back and cannot help them anymore. Ja, ja. Ik ga achteraan. Als ik voor ben, dan kan ik niet meer terug. Mama is de helper. Oké. Nou, dan gaan we. Dan Luxie, zeg maar dan mama. Oh, ja, een testje. Ja, een testrondje. Zo. Ja. Just make a step down and then sit. Oké. Stap naar achter. Ja, ga maar zitten. Gewoon hangen. Benen naar voren. Benen naar voren. Zo, en hier zit onze oppasluxie, hè? Ja, en dan moet je dan heb ik dit. Ja hoor, en wij passen op een goedje, hè? Zo mogen ballen, hè? De Lucers. Romantisch. Ja, dat is een lief. Wow, toppetje. Nou, dat gaat lukken hoor. Geslaagd? Ja. Remmen met de voetjes. Remmen met de voetjes. Nou. Hiermee. Nou, jullie zijn geslaagd. Deze ook alweer. Hé, jullie zijn geslaagd. Maar nou kijken of mama nog gaat slagen. Wat denken jullie? Oh ja, mama. Ja. Ga je slagen, denk je? Als mama niet slaagt, moeten jullie zonder mama de top in, hè? Nou. Op hoop van zegen, moeder. Nou. Geslaagd, hoor. Zijn ze geslaagd, meester? Ja. Geslaagd. You're qualified. Het is 90 minuten in de bomen hangen. Dag, Jane. Nee, het zijn 90 minuten. Het is een parcours. Iedere keer met tussenstops in naar beneden. Oh, dus, dag, dag Jane. Dag Zilla. Oh, ja, echt hard hè. Doeg. Tot ziens jullie. Moet je dan of zie je of Johan of mama samen blijft komen? Ah, heb je een verse bloempjes voor ze geplukt? Mooi wel. Dat gaat heel mooi vinden. Kijk eens. Hey jongens, we gaan beginnen met deze oefenbaan, het oefenparcoursje. Mag ik mama? Ja, ga maar lopen liefie. Luan die is voor. Daarna Lucilla. En dan komt mama eraan. Ah, dit is leuk jongens. Mama, kan je ja. Lopen? Dan gaan ze hier. Moet ze hier doorheen. En dan hier. Ja, die kant op. Zo. Chill, één hand. Goed zo. Ja. Ja, chill, één loop maar. Nou, daar lopen ze. Oeh, dat is een spannend lijntje dit. Spannend lijntje. Kijk maar, ik zal niet wow. Dit is een beetje koordansen, wat je op het circus doet. Maar dan makkelijker. Maar dan, safe. Ja. En dan gaan we om de boom heen. Hier. Ja, safe. Ja. Let maar om de boom. Oh, papa. Ja. Man, dit is echt... Daar gaat hij weer. Zilla. Wacht, dat Luan aan de overkant is. Hey. Ah. Nou, Stella. Zet hem op, hè. Best wel
wel leuk. Mm-hmm. Ja. Wiebel de wiebel. Ah, dit is wel wiebelig. Ja. Ja. Dit is nog het oefenbaantje. Ja, oefenbaantje. Ja, dat is op dit moment. Ik vind het zo laag. Ja. Dat is bijna aan je 10 kilometer hoog. Dan die gaat over de balk. En Lucilla ook. Ja? Oh. Ik moet een beetje bukken met dit kleine baantje. Ja. Oh. Ah, ik vind dit eigenlijk nog wel een beetje spannend. Even puzzelen hoe we verder moeten. Oh jongens. Mama, hoe zit het? Gaat iets niet goed? Nee. Niet? Oh. Jij moet even aan de andere kant lopen. Ja. Ja. Moet je doorheen lopen. Ah. Ja, nu gaat het goed. Nou. Mama. Ja? Nou jongen, daar ga je. Je zit in een net, hè? Daar ga je, jongen. Oh, dat was eng. Het is niet zo eng, maar ik vind het eng omdat je denkt dat het er doorheen gaat. Dat is zo, jongen. Kom maar, Zelle. Ja, het is niet zo eng, hoor. Dat is zo, Zelle. Schuld dat je ballerina bent, Lucilla. Vind je niet zo eng, hè? Nou, door het net. Naar de boom. Het lijkt echt wel een beetje alsof we in de jungle beland zijn. Dat gevoel heb je wel met zo'n net. Dus zo jongens, gaan we weer om de boom. Dus je kan er net bij met de tenen. Oh mama! En hier moet je je klauwen van dingen maken. Oh mama, kan je even helpen? Ja, oh mama, kan je even helpen? Ja, die is moeilijk. Om de boom. Dit is de eerste echte kabelbaan. Daar ga je, hè? 1, 2, 3. En een land op je voeten. Ja. Stop ik. Top man! Yay! Goed zo! Boom! Goed gedaan jongen! Toppie! Steven! Cool man! Nou, dan heb je het eerste parcours gekwalificeerd. Even ophangen. Deze moet je hier ophangen. Lekker gaan hangen. Beentjes naar voren. Daar gaat. Hé, hey, jullie, niet doen. Zo. Wauw, mooie stofvalk. Goed hoor. Geen toppertje. Ging goed? Ja. Hey, Luxie. Oké, klaar voor de start. Woehoe! Nou, jongens, nu het grote parcours. Door de hoogste boomtoppen van de Zonneberg. Zet hem op, hè? Ja, daar gaat hij. Over de honingvaartjes van Bollo, kinderen. Hé, hey, Luxie. Luxie, daar heeft Bollo allemaal honing in bewaard. Hallo, Luxie. Ja, daar liepen we net langs, hè. Gaan we nou overheen? Mooi, hè? Zo, chill. Kijk, ze gaan, jongens. Ja, honingvaartjes. Nou, goed zo, jongens. Kijk. Goed hè. Dag, Luxie. Dag. Zo jongen, gaat heel goed. Zo, zo. Ja, heel goed. Hé jongen. Balanceren over het lijntje. Ja. Zullen die net te klein voor de teentjes. Mooi hoor, meisjes. Mama. Ja. Wauw. Luusjes weet niet wat hij straks terug ziet. Doei. Doei. Luxie.
Hey Luxie, wat zei je nou tegen Lucilla? Je moet springen! Spring maar! Weet je, de trapeze om, hè? Dan blijf je hangen in de bomen. Lekker, hè? Oh, mam, nu gaan we die kabelbaan helemaal... Ja. Springen! Doei! Ja. Als ze springen, dan hangen we gelukkig veilig aan een kabel. Maar ik moet wel zeggen, jongens, dat dit zo'n wiebel dingetje, kijken naar beneden, is wel een beetje... Kan je even... Ja. Hey Lucilla, hij haalt een ladder op en dan gaat hij naar boven klimmen met de camera om jullie door de brug te filmen. Cool, hè? Dat ga jij niet doen? Nee, dat is voor... Experts voor de stuntman. Kijk, hier is de stuntman. What's your name, stuntman? Sven. Sven. Sven is de stuntman. I'm not getting it to focus. Ja. Zo. Lucilla die is nergens bang voor, die doet alles, hoppa. Behalve voor spinnen. Oh ja, voor spinnen jongens, dat is, hè? Als je haar wil laten schrikken, moet je een spinnetje in de nek leggen. Nou, Sven klimt met ons mee. Die gaat iets voor. Zegt, okay, vindt hij leuk om ook daar shotjes van te maken. Dus kijk, hij gaat voor. Ik zit een beetje vast. Lucilla zit een beetje vast. Goed balanceren. Oh, ja, waarom is dit zo makkelijk? Oh. Echt heel eng. Ja, heel goed. Zo. Heel goed. Oeh. Oh, nou jongens. Oeh. Ja, weet je, voor je kinderen hou je altijd groot, hè jongens. Maar ik vind dit randje, kijk, staan dan. Toch wel een beetje dat je denkt, oeh. Huh? Jullie killen. Zullen jullie er echt last van? Nee. Dus zullen jullie er last. Ik zit hier half in die bomen vast. Ja? Kijk, volgende station weer gered. Ja. Oh nee, mama. Oh, we gaan nu. Waar gaan we vanaf? Van de kabelbaan. Van de lange kabelbaan. Durven we dat? Nee. Durven we dat? Nou, dat is het. Luan moet er even nadenken. Maar je komt wel weer terug. Kijk, dit is de lange kabelbaan, jongens. Nou, we zijn om de boom heen gelopen. We zitten wel vast. Wauw. Nou, dat doen we dan niet na, toch? Met de grote camera. We hebben een klein actioncammetje. Oh, ik vind het zo eng! Spannend! Ik moet zeggen dat het gewoon een heel klein platformpje zit. Daar gaat ie. Oh. Yo! Nou, die ging helemaal goed bij Luan. Ja. Hé, hey, toppie. Nou jij. Daar gaat ze. Ja, goed zo. Goed zo. Gaat dat? Oh, dit is echt leuk. Ja, ga maar, mam. Oké, jongen.
jongens, nu de kinderen zijn gegaan, moet ik ook wel gaan. Terwijl ik hem best wel voel eigenlijk. Oké. Nou ja, kijk, dit is wat we gaan afleggen. Daarheen. Ja? Oké. Ah, ik durf niet. Jullie hebben het ook gedaan. Ja, als de kinderen zijn gegaan, dan moet mama, hè? Oh. Het is niet één. 1, 2. Aan de boom. Nou ja, niet aan de boom, aan het touw. Kijk, hier. Of ja, hoe je het ook noemt. Mama. Wat is er? Wat zie je daar? Die wordt leuk. Huh? Yeah. Daar gaat het weer. Nee, dat is onze parcours, hè? Oh ja. Daar gaan we ook zo langs. Ja, Zilla. Op een gegeven moment wordt het steeds makkelijker, jongens. Dan denk je, oh ja, dan ben je aan de hoogte of zo, op een of andere manier. Ja! Cecil, daar gaat ze weer, hoor. Over deze, kijk dan, jongens. Dit is echt wiebelig. Nou, mama gaat het engste parcours doen. Ik mag het volwassen parcours doen. Maar zal ik hem dan niet, toch als hij daar staat, de inzoomlens doen? Dan heeft hij meer engel. Ja, ik wel weer de andere lens op. Nou, 5e keer lensverwisseling, maar alles voor mooie footage. Huh? Ja, het is wel echt heel lekker cool ook boven die bomen. Ja, leuk dat hij ook de parcours mee wil. Want dan heb je toch wel andere beelden dan vanaf beneden. Maar ik ben een kind en een volwassene. Het door die bomen lopen is gewoon heerlijk. Mama, heb je misschien een... Ga niet huilen. Ja. Doe de top. Ja. Doeg. Hard gillen, hè? Naar Sven, hè? Die hangt er in die bomen. Nou, Sven, stuntman. Thank you very much. I take care of the two little ones. Yes. Now you climb up here. Okay. Yeah. Naar jou toe? Yeah, up here to me, yeah. Zo, moet je wel spierballen voor hebben, hoor.
You did very well. Yes. Wow. Oh. It's a very good experience. Yeah. Yeah. Goed. Now, wait, how we get you off? Nou, schat, kom uit die boomtoppen. Heel goed gedaan, joh. Knijters trots op jou. Hoe je dat net vloog, joh. Je was net Spider-Woman. Try to stay in the middle of the ladder, otherwise it will turn quite easy. She's blond, Sven. She's blond. Wacht wel even een adrenaline weer, hoor. Zo. Deze kun je afstrepen. Super. En thank you for the great content. And I love the footage. Thanks to Sven. You're welcome. Hij is weer wakker geworden. Hey. Lekker gedroomd. Je hebt lekker gedroomd, hè? Ben je nu weer helemaal klaar wakker? Dan gaan we lekker naar de speelhal met jullie. Hè? Nou. En weer precies op tijd wakker. Sven, thank you. You're welcome. You will see yourself back in the videos in 7 days. Yes, yes, cool. And thanks for everything. Leuk, now we go to the speeltunen met die kleine. Johan en Lestilla die willen nu nog alleen van de grote baan met de kabelbaan. Dus die gaan nu nog met z'n tweetjes een ronde doen, hè, jongens. Nou, succes, hè. Gaat dat lukken met z'n tweeën? Ja. Dat mochten ze, hè. Ze deden het heel erg goed. Jij bent het precies hoe het gaat. Ja. Nou, jongens. Lucius heeft inmiddels lekker geslapen. Die zit lekker in de draagzak. En ik ga eens even kijken waar Johan en Lestilla in de bomen hangen. Want die zijn dus het parcours gewoon helemaal alleen gaan doen. Dat mochten ze. Dus ik ga eens even kijken, want ik hoor ergens mama, mama vanuit de boomtoppen komen. Ja, dan gaan we eens even kijken of we Luan en Lucilla kunnen spotten. Ja, dit is wel gek, zie je broer en zus in de bomen hangen. Kijk jongens. Stap voor stap over de tonnetjes. Door de boomtoppen. Vinden jullie dit leuk, kinderen? Ja? Ze wilde niet meer uit de boom. Ja. Kijk, kijk, kijk. Langzaam, langzaam. En toen kon je niet verstaan. Ik wel. Oh, echt waar? Langzaam, langzaam. Daar zeiden ze dat zelf. Ah. Goed hoor van jou. Ja hoor. Kijk. Daar gaat Lucilla. Onze Jane. En daar komt onze Tarzan aan. Nou, nu gaan Lucilla en Luan ook van de kabelbaan. Kijk, daar komt Lucilla. Woehoe! Goed zo. Toppie. Woehoe. Was dat Luan door de lucht? Lucilla. Dat laatste stukje jongens met die kabelbaan is echt wel super leuk. Echt het favoriet. Ja, daar komt ze weer aan hoor. Hoe was het? Heel leuk. Was leuk hè? Goed gedaan hoor. Helemaal met Luan alleen. Wat vond je ervan? Ja, heel leuk. Was leuk dit hè? Nou, gaan we de uitrusting er even afgeven. Hey, dankjewel. Leuk. Ja. Ah, dat was heel erg leuk, hè? Thank you for everything. Bye-bye. Have a nice day. Thank you. Bye. Nou, kom. Gaan we naar papa en Lucilla? Of Luxie? Krijg je wel dorst van hem, jongens? Ja. Nou, zullen we eerst even lekker wat gaan eten? Ja. Happy eten, Luxie? Dan gaan we daarna naar de speeltuin. Yes. Goed. Daar was dus het klimbos. Hier hebben we nog de speeltuin waar ze zo lekker kunnen spelen. Maar van al dat geklim... krijgen we trek in de buik? Ja, maar mam, ik dacht dat het voor een bos was waar ik kon inwandelen. En dan zag je maar klimdingen. Maar het was echt helemaal met kabels en dan kon je zo... Ja, dat wist je niet, hè? Nee, dat was echt heel leuk. Dat was een verrassing. Nee, dat was echt heel erg leuk. We gaan eerst eventjes lekker wat eten. En dan zo meteen mocht je nog even lekker in de speeltuin spelen. Goed? Ja. Luxie kon helaas niet meeklimmen, want hij was net een paar centimeter tot klein. Maar volgende keer wilt ze misschien wel mee. Ja? Nou, gaan we lekker naar bed. Handen wassen. Ja, is wel een goed idee. Jullie weten de weg, hè? Ja. Wij zijn hier lekker in het restaurant beland. En hier is niet alleen maar het restaurant. Hier heb je ook de indoor speeltuin. En hier hebben eigenlijk de kinderen de hele week al lekker gespeeld. Vooral met die hete dagen. Dat we hier lekker konden in de koelte konden zitten. En konden de vlog konden editen. Omdat het hier niet zo heel erg warm was.
kinderen hebben hier al heel veel vriendjes en vriendinnetjes gemaakt en hebben gespeeld. Maar in de vlog hebben we dat eigenlijk nog niet echt laten zien. Dus dat gaan we eens even laten zien. Kijk, hier heb je speelparadijs. En dan gaan we hier naartoe. En dan gaan we eens even kijken. Lucilla en Luxie die zijn alweer de wortel. Die zijn alweer overal en ergens aan het klimmen en het doen. Maar Lucie vindt het ook heel erg leuk, want er is ook een ballenbak. En er is ook een dingetje waar hij op kan klimmen en zo. En dat vindt hij ook heel leuk, hè? We zijn zelfs gisteren met Lucie ook helemaal bovenin er doorheen geweest. Kijk, dit is dus het hele speelgebeuren. En hier kun je dus naar binnen toe. Daar kwamen we net uit. Dus een grote klimhal daar zo. Of een klimwand. Dan gaan we hier doorheen. Kijk. Twee. Opa, twee. Kijk, dat vindt hij leuk, hè, jongen? Ja, kijk, hier zijn de meisjes. Wat een toeval. Hier zijn de meisjes. We gaan met Lucius ermee. Waar gaan we naartoe met Lucius? Naar de ballenbak? Kijk, hier op de ballenbak. Hier kun je nog helemaal door. En hier. Leuk, hè? Hm? Zo, ja. Oeh, dat zie ik. Oeh, dat is lekker. Dat is lekker, jongen. In de balletjes. 1, 2. Oeh. Zien jullie Luxie? Ik zie Luxie niet meer. En Luxie is ook bijna niet meer. Jongen, ik had jou ook niet gezien. Leg eens hier helemaal onder de ballen gestopt. Kijk dan. Jij bent echt een kwijt. Ik vind Lucilla, waar ben je nou? Lucilla, wacht ze gewoon hier. Luxie. Luxie? Luxie is daar. 1, 2, 3. Kijk, en dan klimt hij hier zo naar boven toe. Kijk eens hoe die gaat. Kijk dan, dat is een speer, jongens. Dat is een speer. Luan die blijft erachter, want als hij toch geglipt. Maar kijk dan. Dat gebeurt niet. Dat doet hij heel goed, hè? Kijk, dat vindt hij gewoon zo leuk. Ah. Hey. Wauw, daar was je boven. Goed zo. Goed gedaan. Van de glijbaan? Wil je van de glijbaan? Samen met mama dan? Nou, kijk, de meisjes spelen daar nog. Hoe ga ik hierin? Gaat dat? 1, 2. Dat was mooi. Dat was de glijbaan. Je hebt hier ook zo'n heel klimding. En daar. Spinnenweb. Spinnenweb heet dat, hè? Kijk, en hier heb je zo'n hele leuke grote glijbaan. Daar kunnen we ook vanaf. Maar dan moeten we eerst naar boven klimmen, natuurlijk. Hé, jongen? Kijk, daar gaan de meisjes al. Kijk, dat kan jij ook wel, jongen. Klim maar naar boven toe. En nu alweer erachter. Ja? Klim maar naar Lucilla toe. Kijk dan hoe goed hij dat doet, hè? Hey, Luxie, hallo. Luxie is al boven. Goed zo, jongen. Hey, heel goed. Hey, je bent maar naar boven gekrommen, hè, dit stuk. Goed zo. Delicious. Ja, nou hier naar boven. Boepedep, boepedep, boep. Nou, jongen, wordt gewoon geholpen door zijn grote broer en zijn grote zus. Wacht even. Zo doet Lucilla dat. Hey! Hey! Ja, en dan? Kom weer naar boven. Hoppatee. Wat goed zo. Ja, en dan zijn we boven. 1, 2, 3. Wee! Woehoe! Luxie! Luxie bleef hangen nog. Met je benen, hè? Kom, gaan we nog een keer. Oh, Lucie die wil hier alweer nog een keer. Oh, nee, je moet met de trap. Nee, jongen. Kijk dan. Nee. Nee, hoor, je moet met de trap, kerel. Nou, en dan gaan we nog een keertje, jongens. Weer helemaal naar boven toe. Daar gaat hij al. Wat kan jij goed klimmen? Wat kan jij goed klimmen? Kom maar. Ja, maar Luxie. En dan zijn we weer aangekomen.
bovenaan de glijbaan, jongens. Gaan we nog een keer, hè? 1, 2, 3. Kijk, Lucius wil nog een keer. Je moet met de trap, schatje. Nou, met Luxie gaan we even op mijn broek, hè? Het glijdt wat makkelijker. Kijk, daar komt hij weer aan. Nou, hij heeft ook wel een smaak te pakken. Hij wil wel weer terug. Hij wil weer terug. Zien jullie dat? Hij denkt, dat vond ik leuk. Ah. Ja, wat is dit? Luxie, waar ben je nou? Luxie? Oh, daar. Luxie? Ah, het is een doolhof. Nou jongens, we hebben heerlijk lekker gespeeld hier. Lopen we hier uit de binnenspeeltuin. Heerlijk naar het verkoelde restaurant. Gaan we hier even lekker een hapje eten. Weer een dagje wel, jongens. Dat was een super dagje in de boomkoppen. Ja. Nou, vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren op het belletje. En we zien jullie morgen weer in de laatste vakantievlog. Oh. Doei. 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 Want de tijd vliegt snel voorbij.